Goedenavond allemaal. Ik wil graag gaan beginnen met de oriënterende ronde. Ik heet u allemaal hartelijk welkom. In het bijzonder de conversatiegroep Nieuwe Nederlanders die hier links op de tribune zit. Allemaal afkomstig uit Hardenberg, maar wel Nieuwe Nederlanders. En die komen hier kijken vanavond hoe wij gestalte geven aan de democratie, de lokale democratie. Van harte welkom. En ook eigenlijk een hartelijk welkom aan alle mannen, speciaal op deze Internationale Mannendag. Wilde ik toch even aandacht aan besteden. We doen dat ook altijd met Internationale Vrouwendag. Dus doen we het ook met Internationale Mannendag. Goed. Ik open de vergadering. Er zijn geen mededelingen. Zijn er mededelingen vanuit de raad? Geen mededelingen. Dan zijn we bij agenda punt 2, het vaststellen van de agenda. Kan de agenda zoals die nu is uw goedkeuring wegdragen? Of moeten daar wijzigingen op? Meneer Bak. Voorzitter? Ja. Ik wil graag een motie vreemd toevoegen. Dat is bij de raad, meneer Bak. We doen geen moties. Ik ben in verwarring. Ja, sorry, excuus. Maar wel fijn dat u het alvast heeft aangekondigd. Hoor ik er straks niet meer. Goed. Dan zijn er geen wijzigingen op de agenda. Er heeft zich niemand gemeld voor agenda punt 3, dat is het spreekrecht. Ook nu zijn er geen meldingen voor insprekers. Dat is goed. Dan zijn we bij het meningsvormende deel aangekomen. Agenda punt 4, geactualiseerde nota, waarderen en afschrijven vaste activa 2019. Wie wil daarover het woord voeren? Niemand. Oh. 50 plus. Ja, mevrouw Schuurman. En u bent de enige. Ga uw gang. Dank, voorzitter. 50 plus, Hardenberg heeft nog de volgende vragen. Wat is de reden dat deze nota nu pas op de agenda staat, terwijl deze 1 januari 2019 al van toepassing was? Dan betreft bladzijde 7. Binnen de gemeente Hardenberg worden de componenten benadering niet altijd onder de voorwaarden toegepast. Het uitgangspunt daarbij is dat de componenten zinvol en eenduidig te onderscheiden zijn. En de vraag is van wat is daarvan de achterliggende gedachte? Dank u wel. Ik kijk even achter mij naar de portefeuillehouder, meneer Breukelman. Ga uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Toch een vraag op dit onderwerp. Het is zo dat de werkwijze was in de BOH al gestand. De accountants wees ons erop dat je bij de nieuwe organisatie, hè, die we sinds dit jaar hebben, omdat je niet meer BOH bent, maar Hardenberg zelfstandig, hem opnieuw vast moet stellen. Maar het is wel zo dat je dat met terugwerkende kracht kunt doen, omdat de werkwijze ook niet gewijzigd is in die tussentijd. Dus vandaar dat deze nu aan de raad voor ligt. En die tweede vraag over bladzijde 7, ja, die zou ik graag per mail even afdoen, voorzitter. Kunt u daarmee leven, mevrouw Schuurman? Prima. Hartelijk dank. Dan neem ik zomaar aan dat een tweede termijn of een tweede ronde nu niet nodig is en dat die als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering kan. Ja, heel goed. Agenda punt 5, de subsidieverordening gecertificeerde instellingen regio IJsselland 2020-2022. Wie wil daarover het woord voeren? Mevrouw Van der Veen. Mevrouw Joldersma zag ik, hè? Ja. Meneer Kloekhorst. Mevrouw Kloekhorst. En meneer Schuurman. Meneer Schuurman, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de duur van de subsidierelaties is aangepast van 1 naar 3 jaar. Wat is daar de reden van? Een andere vraag van ons is nog waarom met terugwerkende kracht van 1 november 2019. Kon het niet eerder of later, bijvoorbeeld 1 januari 2020? Ook heeft de fractie van 50 plus Hardenberg nog vraagtekens bij het feit dat gedurende de looptijd van de subsidietermijn er geen nieuwe gecertificeerde instellingen kunnen treden. Dan zit je dus eigenlijk al vast aan de oude gecertificeerde instellingen. Wij
plaatsen je toch de opmerking bij dat de accountants ons al heeft verteld dat er over 2018 ruim 1,8 miljoen niet verantwoord was. Dan hebben we als punt 4 de inwerking naar vaststelling van de bekendmaking in alle 11 gemeenten in IJsland. Wat gebeurt er als één gemeente zegt van nee, we doen niet mee? Krachtens het mandaat besluit het college van BMW besluit van het college van BMW om alle mandaten aan de bedrijfsvoeringsorganisatie regionaal service team Jeugd IJsland te geven. Wie heeft er dan zitting namens de gemeente Hardenberg in de BVO? Tot zover. Dank u wel, meneer Schuurman. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft grote zorgen over de wijze waarop het voorliggende stuk vandaag besproken wordt. En we willen hierover graag van gedachten wisselen met de andere fracties en het college. Het eerste betreft onze zorg over de gewenste snelheid waarmee we het besluit moeten nemen. Bespreking nu in de oriënterende ronde en daarna rechtstreeks naar de besluitvorming. Geen tijd of ruimte om er nog eens even over na te denken of op te reflecteren. Daarnaast betreft het een uiterst serieus onderwerp, waarvan het college de raad in 2018 tijdens de informatiebijeenkomst in het LOC heeft toegezegd om ons aangehaakt te houden. Het ontbreekt aan wat onderliggende informatie en onderbouwing. Op basis van het landelijk onderzoek voor bekostiging van vormen van GI's. In het stuk klinkt bijna opluchting door dat we niet hoeven aan te besteden. Waarom is dit? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Aan het raadsvoorstel zijn geen aanvullende documenten toegevoegd, zoals bijvoorbeeld een overzicht van goh, wat is nou de belangrijkste wijziging ten opzichte van de oude. Begin deze maand was er een vernietigend rapport van de inspectie over de toestand van de jeugdbescherming en jeugdreclassering en de onaanvaardbare wachttijden voor kinderen was volop in het nieuws. Het kabinet heeft aangekondigd dat ze maatregelen gaan treffen om het jeugdstelsel te hervormen, omdat gemeenten en aanbieders er niet uitkomen. Het Rijk is voornemens om de regie terug te pakken. Gisteren nog zijn 150 wethouders naar Den Haag geweest om hierover aan te geven van dat willen we niet. Ik ben ook wel benieuwd hoe wij hierin staan. Kortom, volgens onze fractie is het een te belangrijk onderwerp om er zo even tussendoor te doen. We horen graag van andere fracties wat zij daarvan vinden en vragen het college wat er gebeurt als we het voorstel niet agenderen voor de raadsvergadering om 19:30. Dank u wel, mevrouw Kloekhorst. Dat rondje doe ik zo al even, maar dan wil ik eerst degene die vragen hebben daartoe de gelegenheid geven. Meneer Kloekhorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een paar korte vragen. In artikel 5 wordt aangegeven dat er maximaal 3 gecertificeerde instellingen een subsidie kunnen ontvangen. Mijn vraag is, hangen onder die 3 nog weer andere instellingen? U kent mijn bezorgdheid over de wildgroei. Dan artikel 26. Evaluatiesubsidieverordening door het SJE IJsland periodiek. Nou heb ik de gewoonte dat ik één keer per 32 jaar afscheid neem van de partijen. Doe ik dat over 32 jaar, weer is dat ook periodiek. Ik zou graag een iets nadere duiding willen hebben. Dank u. Dank u wel, meneer Kloekhorst. Mevrouw Joldersma. Ja, voorzitter, dank u wel. De subsidieverordening die nu voor ligt, die gaat over de gecertificeerde instellingen, vinden wij als CDA eigenlijk een stap vooruit. Want we gaan van 1 naar 3 jaar en dat scheelt een heleboel bureaucratische rompslomp. We hebben nog wel een vraag waarom het nou eigenlijk deze subsidieverordening gaat alleen over de gecertificeerde instellingen. Daarmee wordt de subsidieregeling, als ik het goed heb, van 2015 ingetrokken. Maar dan blijven nog heel veel instellingen over. Dus hoe zit dat nou precies, hoe we dat moeten zien? Ander punt is dat de subsidieverordening gaat over de periode 2020 tot 2022. Nou, de wereld staat niet stil. Mevrouw Kloekhorst refereerde daar al aan. De wethouder en ik waren ook gisteren allebei bij datzelfde debat in de Tweede Kamer. En ik ben dus ook heel geïnteresseerd hoe hij nou de ontwikkelingen die daar werden geschetst, hoe hij die ziet. Want daar wordt eigenlijk heel duidelijk aangegeven, we gaan iets van de ruimte die de gemeente nu heeft, gaat naar die regio. Nou, eigenlijk is deze subsidieverordening daar een heel goed voorbeeld van.
Maar hoe gaat dat worden voor de gemeente als we dat ook voor de bredere specialistische jeugdhulp gaan doen? Betekent dat dat er eigenlijk steeds meer bij regio IJsseland, de RSJ, komt te liggen en dat we als gemeente steeds minder autonomie hebben? Het is allemaal nog niet in beton gegoten. In maart komt er een voortgangsbrief van de Tweede Kamer. Maar ik ben heel benieuwd, eigenlijk ook vooral waarom de wethouder vond dat hij gisteren toch even daar in Den Haag ook zijn gezicht moet laten zien. Waar zijn zorgen zitten en of die regio van ons nou een goed voorbeeld is en hoe we in de toekomst kunnen regelen. En dat is een beetje het punt van mevrouw Kloekhorst misschien ook. Dat de raad dan goed betrokken blijft. Want straks komt het allemaal nog verder van ons weg te liggen en hebben wij als raad veel minder invloed. Dan nog een heel praktische vraag en dat gaat over de declaratieregeling. Als ik het goed heb, dan hebben we destijds afgesproken dat wij de declaraties weer zelf doen als gemeente. Geldt dat nou ook voor deze instellingen en hoe gaat dat dan passen in dat toekomstplaatje? Want dat lijkt me vrij ingewikkeld als de ene helft van de dingen ligt weer bij dat RSJ IJsseland in Zwolle en de rest doen we weer zelf. En ook als je naar de toekomst kijkt, wordt dat wel ingewikkeld, want wie heeft dan die verantwoordelijkheid? Hoe gaan we die gedeelde verantwoordelijkheid, hoe gaan we dat organiseren? Dank u wel, mevrouw Joldersma. Mevrouw Van der Veen. Ja, prachtige vragen zijn er al gesteld en terecht ook. Er is veel beweging met betrekking tot jeugdzorg. Er gebeuren veel dingen. In aanleiding van het voorstel wat hier ligt, nog een aantal aanvullende vragen. In het mandaat wordt de volledige eigenaarschap bij het RSJ neergelegd. Hoe waarborgen we nou dat de raad nog vinger aan de pols kan houden omtrent het reilen en zeilen van dit toch wel zware onderdeel van de jeugdzorg? We hebben er wel wat zorgen over. En het is ook al eerder benoemd, per categorie is er ruimte voor één instelling om aan te sluiten. Is dit nu ook zo of wordt dit met het voorstel gewijzigd? Als dit inderdaad definitief gewijzigd wordt, wat is hiervan dan de achterliggende gedachte? En onze overal vraag hierbij is, hoe draagt deze verordening bij aan de borging van de kwaliteit van de zorg? En hoe gaan we nou voorkomen dat er cliënten, patiënten tussen wal en schip belanden? Wat brengt het ons? Hartelijk dank, mevrouw Van der Veen. Nou had mevrouw Kloekhorst nog een vraag. Wilt u hem nog een keer herhalen, mevrouw Kloekhorst? Dan maken we het rondje. Ik had een vraag aan de andere fracties over de snelheid waarmee we dit stuk behandelen. Want hij staat nu op de agenda voor de raad die om 7:30 begint. Ik neem aan dat omdat u de vraag stelt, mevrouw Kloekhorst, dat uw fractie er moeite mee heeft. Eigenlijk heeft u dat ook al aangegeven, hè, dat het een te belangrijk onderwerp is. Ik merk ook dat andere fracties inhoudelijke vragen hebben. Ja. En ik vraag me af wat de consequentie ook is als we het niet doen. Ja. En dat is een vraag aan het college. De fracties is van, is dit niet wat te snel voor zo'n serieus onderwerp? Ik maak even het rondje en ik begin aan mijn rechterkant bij de ChristenUnie. We snappen de zorgen. We zijn in deze ook wel benieuwd wat de wethouder nu ook gaat antwoorden. Of er al specifieke beantwoording is en of we naar aanleiding daarvan nog aanvullende vragen hebben die onbeantwoord blijven. Het CDA. Ja, voorzitter, over het algemeen is het natuurlijk netjes om een onderscheid te maken. Eerst in de oriënterende ronde en een week later of twee weken later voor de gemeenteraad. In dit geval zien wij het toch wel echt meer als een stuk waarvan het eigenlijk heel logisch is dat je dit nou juist op regioniveau gaat regelen. Omdat het gecertificeerde instellingen zien. Dus wij zien geen bezwaar straks na de beantwoording van de wethouder om dit straks te gaan vaststellen. Dank u wel. GroenLinks. Ja, voorzitter, eigenlijk kan ik meegaan in de woorden van mevrouw Kloekhorst. Wij zouden het ook prettig vinden om er wat meer tijd tussen te hebben. Nou weet ik niet of dat mogelijk is, dat hoor ik inderdaad ook graag van het college. Maar als dat geen probleem zou zijn, dan zou ik ook zeggen, laten we er wel tenminste een week of twee weken tussen laten zitten. Dank u wel, de VVD. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft het niet zozeer gezien als een heel inhoudelijk stuk ter zake de problemen die voorliggen. Meer een financieel en een opdracht aan het college om daar verder mee aan de slag te gaan. En dan terug te komen, zoals het college dat doorgaans doet, ter zake de uitvoering hiervan. Maar dat neemt niet weg dat. Dus wij zouden. Vinden dit niet de locatie of de tijd om aan de hand van dit stuk heel erg inhoudelijk over de onderliggende zaken te spreken. Dat neemt niet weg dat we natuurlijk ook heel benieuwd zijn hoe dit zich nou net verhoudt met de agendering zoals die door de minister is voorgesteld. Maar dat komt ongetwijfeld terug.
En voor het overige zijn wij nooit heel gelukkig met de behandeling van een stuk wat in de oriënterende ronde komt om vervolgens aansluitend gelijk afgehamerd te worden. Maar zoals gezegd, omdat we dit meer zien als een kaderstuk, hadden wij daar nog wel enige waardering voor of begrepen het in ieder geval nog wel, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Gelling. D66. Voorzitter, dank u wel. Ja, de wijze waarop de VVD het stuk heeft gelezen, zo heb ik dat ook gelezen. Ik snap wel de zorg van de PvdA, maar hoor graag de reactie van de wethouder op de vragen hier eerst. Op koers? Ja, voorzitter, wij zijn het wel eens met de PvdA, want gezien de grote dreigende wolken die er wel een hele poos hangen, komt dit gevoelsmatig gewoon een beetje over het haastwerk. Dank u wel. En dan blijft over 50 plus. Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn van mening dat dit niet overhaast moet worden genomen. Dank u wel. Dan is dat in ieder geval per fractie duidelijk. Dan kijk ik even achter mij of de portefeuillehouder de vragen kan beantwoorden. Voorzitter, ja, u kijkt naar mij met het antwoord dat de portefeuillehouder en ik neem aan dat u de vragen wilt beantwoorden. Maar u stelde een vraag aan de raad en mijn reactie daarop in zijn algemeen? Nee, ik gewoon even naar aanleiding van de vraag die ik gesteld heb. Ik vind het prima als u wilt reageren op, op het laatste rondje. Dat snap ik ook als u dat wilt. Maar ik zou het ook fijn vinden als u de andere vragen uiteraard wilt beantwoorden. Voorzitter, voor ons ligt de verordening, een subsidieverordening, waar inderdaad ook nog wel het gesprek over geweest is of dat inderdaad via de Raad überhaupt zou moeten gaan, omdat het een uitvoeringsregel is waar een aantal partijen ook al met elkaar over gesproken heeft. Moeten we het daar nog over hebben, omdat er ook nog een financieel kader in zit. Het is puur op de uitvoering gericht. Ik snap wel, gezien de actualiteit had ik ook wel een aantal vragen daarover verwacht en ook wel goed, denk ik, om met jullie daar het gesprek ook over te voeren. Want wat gebeurde er gisteren in de brief? Ik was inderdaad, zoals mevrouw Joldersma, we kwamen elkaar daar tegen. We zaten overigens in twee zaaltjes, want we zaten met 150 wethouders en daar is de Groen van Pinsteren zaal in de Tweede Kamer niet op berekend. Dus we hadden twee zalen volgevuld, maar ik kwam u daar nog tegen elkaar, ook nog even gesproken. We waren daar met een heel aantal bestuurders om onze zorg te delen en we waren er als Hardenberg ook bij omdat wij de zorg die wij en de VNG heeft die ook heel nadrukkelijk uitgesproken, ook delen. Omdat het Rijk over iets wat ze gedecentraliseerd hebben nu zeggen van nou misschien moeten we maar een deel toch gaan opleggen hoe u het als gemeente zou moeten gaan organiseren. En dat dan ook een soort blauwdruk overleggen over alle gemeentes. Omdat het in een aantal gemeentes wellicht niet goed gaat. En wij zijn allemaal zoekende, ook hier binnen, binnen onze bedrijfsvoeringsorganisatie, de RSJ, zijn wij ook zoekende, maar we raken hier nu net een onderwerp en dat zijn de gecertificeerde instellingen, alles rond het gedwongen kader, waarvan wij overtuigd zijn dat dat nou precies op regionaal niveau wel zou moeten. En dat is eigenlijk ook de oproep die nu gedaan wordt en dat gebeurt dus op bepaalde plekken komt dat wat moeizaam van de grond. Dat is in IJsseland is dat niet het geval, durf ik wel te zeggen. Dus wij zelf zouden eigenlijk juist zeggen vanuit IJsseland hebben wij dit deel goed georganiseerd. Een heel aantal van de zorgen die ook gedeeld werden en ook de vakbonden hebben daar ook wel over gesproken. Het gaat zowel over prijzen als over zekerheid kunnen bieden. Nou, eigenlijk vooruitlopend daarop hebben we juist er nu ook voor gekozen om daar meer zekerheid ook bij Twente aan te sluiten. Dus om ook niet al die verschillende gebieden langs elkaar heen te laten werken, hebben we juist hier gebeurd voor iets wat per definitie, en dat is nu ook waar de discussie in Den Haag over gaat, dat dit op regionaal niveau opgepakt zou moeten worden. Dat regelen wij, dat hadden wij en we gaan dat nu verlengen. Het is ook niet iets dat wij nu hele andere dingen gaan regelen, maar we leggen iets vast, ook naar de toekomst toe. En dat is feitelijk de verordening die er is. Ik wil hem niet kleiner maken en ik wil het onderwerp juist niet kleiner maken, maar ik wil wel van dit onderwerp zeggen, we spreken hier over een verordening. Hoe we dat vervolgens willen gaan vastleggen, we hebben hier een subsidierelatie, dus heel wat anders even ten opzichte van onze andere zorgaanbieders. Dit is echt een andere categorie en dit is ook juist iets wat we, nou, wat we ook op regionaal niveau zouden moeten beleggen, omdat het ook vanuit regionaal niveau ook wordt opgelegd. En kijk ook maar naar de jeugd. Dit is het gedwongen kader waar we het nu voor hebben.
de kwaliteitskeuring, hè, waar ook over, die vindt bij ons ook niet plaats. Hè. Wij reiken niet de certificaten uit, het zijn gecertificeerde instellingen. En die vindt ook landelijk plaats om te zorgen dat deze instellingen goed werk verrichten. Alleen wij moeten dat nu met elkaar georganiseerd hebben. Dat geheel dat ligt nu voor u. Er is gesprek geweest van, ja, moet dat nu überhaupt wel op de raad? We hebben toch gezegd, gemeente, van nee, dit moet wel op raadsniveau, hoe uitvoerend het in die zin ook is. Het is als een soort, bijna als een formaliteit om de dingen vast te leggen. Want dit is uitvoerig besproken. Er was ook nog een vraag, wie zit er in de BVO? Daar zit ik onder andere in namens de gemeente Hardenberg, zoals alle andere gemeentes daarin ook vertegenwoordigd zijn. Ja, en voorzitter, ja, ik denk dat daar een heel deel van de vragen eigenlijk daar feitelijk over gingen. Van, waarom doen we dit op deze manier en op die plek en waarom hebben we het daar georganiseerd? Omdat dit typisch iets is wat we op die plek zou moeten doen. En wat is onze boodschap toch naar Den Haag geweest is, eigenlijk plat gezegd, wij vinden ook dat er gewoon meer geld moet naar de jeugdzorg. Want daar gaat het over, om dat signaal ook af te geven en ook eens goed te beluisteren. Ja, vanuit Den Haag geef ons nu niet allerlei verplichtingen, blauwdrukken op hoe wij het dan zouden moeten organiseren. Want wat in Brabant werd als voorbeeld genoemd, ik weet niet meer welke partij waar het dan niet zo loopt, kan wel heel anders zijn in IJsseland en laat de regio's daar zelf ook mee aan de slag gaan. Maar ik denk dat wij hier de lijn te pakken hebben die landelijk ook speelt. Voorzitter, Ik zie dat mevrouw Kloekhorst een aanvullende vraag of misschien opmerking, maar u wilt reageren. Ja. Allereerst ben ik wel blij om te horen dat u in Den Haag was. Om aan te geven van nou, we zijn op weg. Want daar ben ik persoonlijk, vind ik dat heel goed. Ja. Dat je nu ook moet doorzetten. Het voelde een beetje als protest, hè? Een gang door Den Haag. En, Nou, de reden waarom, u gaf net aan van ja, hè, de regionale inkoop van deze zwaarste vorm van zorg moet je eigenlijk regionaal regelen. Daar ben ik volledig mee eens. Maar het verbaasde mij een beetje de subsidieverordening, omdat we in de visie jeugdhulp, die we met de 11 gemeenten en de BVO toen de tijd, hè, wat nu dan het RSJ is, gezegd hebben, we hebben een aantal doelen gesteld voor 2020. En een van die doelen was dat het subsidiëren van producten en diensten en organisaties eigenlijk niet meer passend was in de transformatie. Blijkbaar is dat dus gewijzigd. Dat proef ik ook een beetje in het stuk. Hè. Daar wordt ook gesproken over aanbesteding. Nou, ik las daar echt een opluchting in. We hoeven niet aan te besteden. Maar dat is wel degelijk anders dan dat we hier hebben vastgesteld. Dus dat is ook de reden waarom ik gevraagd heb van, goh, we gaan nu door naar de besluitvorming. Maar ik wil daar toch nog even de gelegenheid voor hebben om over na te denken. Dat is toch een andere keuze wordt nu gemaakt. En wij zijn daar niet in meegenomen als raad. Wij hebben die visie jeugdhulp opgesteld. Dat is een bijzonder exercitie geweest toen de tijd. En daar worden een aantal doelen genoemd voor 2020. En dat is eigenlijk mijn vraag. We gaan nu voor 3 jaar dus toch een subsidierelatie weer aan. Daar zit een reden, daar zit een onderbouwing en een overweging in. Alleen ik heb die gemist bij dit stuk. Voorzitter, dit is vanaf 2015 wat speelt, hè, van waar we ook met elkaar daarin bezig zijn. Ik onderken volledig dat dit een totaal andere situatie is als dat we met onze andere zorgaanbieders omgaan. Hè. De marktwerking die we daar stimuleren om ook de transformatie tot stand te en met aanbestedingen en dergelijke, dat is hier niet het geval. En dat is overigens ook dus wel wat we met elkaar hebben, waar nu het gesprek in Den Haag ook over gaat, van hoe zorg je dat deze vorm van zorg ook juist de juiste kwaliteit houdt en de juiste prijs daarvoor wordt geboden. En hoe bied je ook de juiste zekerheid in de zorg. Dat zijn redenen om voor deze specifieke groep rond het gedwongen kader heel anders omgaan. We hebben binnen de RSJ ook totaal andere. Ook daar praten we over de transformatieopgave binnen het gedwongen kader. We praten ook met de instellingen van het gedwongen kader. Maar het is wel heel anders over hoe je de zorg gaat inkopen ten opzichte van de andere zorgaanbieders in onze regio en die in onze regio actief zijn. U noemt geen marktwerking. Dat is inderdaad voor deze zware vorm van zorg natuurlijk niet het geval. Alleen de aanbieders die dit bieden, de gecertificeerde instellingen, acteren natuurlijk wel in het andere zorgveld. Hè, dus in de lichtere vormen van zorg zijn zij ook actief. Dus er is altijd wel een vorm van
marktwerking, omdat zij ook een belang hebben in de andere vormen van zorg. Maar dit betreft het gedwongen kader. Dit betreft de zorg die zij aanbieden vanuit het gedwongen kader. Dat klopt. Ja. Maar zij opereren als GI, ja, ook in de andere vormen van zorg, toch? Zij bieden ook andere zorg aan, maar daar kijk ik ook heel even naar. Dat kan natuurlijk een voordeel opleveren als jij alle vormen van zorg in pacht hebt. Dus marktwerking, ja, hè, dat stond ook in het stuk. Er is geen sprake van marktwerking, maar dat is natuurlijk als je het breder trekt wel zo. Ja, u noemt de marktwerking zelf, maar het gaat mij eigenlijk om het feit van goh, op welke wijze die visie jeugdhulp, waar wij doelen hebben gesteld. Nu wordt er een subsidieverordening ligt voor. Betekent dat dus ook dat dat doel om niet meer producten, diensten en organisaties te subsidiëren zoals dat in die nieuwe visie is gesteld, of dat nog steeds geldt? Dat geldt nog behalve met uitzondering van het gedwongen kader. Dus we hebben rond het gedwongen kader een hele specifieke situatie en daarom ligt die hier dan nu ook zo voor. En dat is ook het voorstel wat hier nu ligt. Het gaat over het gedwongen kader rond de gecertificeerde instellingen die we daar bij in de hand nemen en dat we daar een directe aanbesteding op hebben. Mevrouw Joldersma. Ja, dank wethouder voor deze antwoorden. Wij kunnen ons daar helemaal in vinden. Dat je juist voor dat gedwongen kader dat op regionaal niveau doet. Dat is ook een goede ontwikkeling en dat zie je inderdaad ook landelijk. Ik zou nog wel graag een antwoord willen op die praktische vraag van hoe dat nou zit met die declaratie. Want betekent dat toch dat de declaraties voor de kinderen van die uit de gemeente Hardenberg daarheen gaat, dat dat dan toch nog weer via ons loopt? Of gaat dat ook allemaal via de regio? Dat loopt, dat hele specifieke deel van het gedwongen kader loopt via de regio. Wat nog wel even belangrijk was en waar we net ook dat rondje over hebben gemaakt, is de reden waarom we vanavond ook zouden willen besluiten al hierover. Dus dat het niet over 2 weken naar de raad gaat, maar zometeen al. Kunt u daar ook nog wat over zeggen? Wat ik daarover kan zeggen is dat het een gesprek is geweest over moet het nu binnen, waar moet het binnen de raad en waar moet het wel of niet binnen de raad worden vastgesteld, omdat het de verordening is. Alle andere gemeenten hebben het in de raad gehad en is het overigens ook al vastgesteld. En waarvan, nou ja, het moet met terugwerkende kracht. Ik bedoel, we kunnen het over 2 weken wellicht ook met terugwerkende kracht alsnog doen. Maar we moeten wel een besluit nemen richting, met een terugwerkende kracht richting 1 november. En vanuit het idee, het is een verordening. Het is een vrij technische exercitie. We verlengen iets wat we gedaan hebben en wat we zouden moeten doen. Zoals we er tegenaan hebben gekeken en als ook bij andere gemeentes ook zo is geïnterpreteerd. Als een uitvoering van hoe je de zorg inkoopt. En, hadden we invult. De stukken dan niet wat eerder kunnen ontvangen? Voorzitter, ja, wellicht. Ja. Ja, dat is alleen niet het geval geweest, dus, maar oké. Okay. De stukken zijn in de besluitvormingsprocedure gegaan en wij zitten daar in die zin wat aan het eind. Dat klopt ook, kan ook met de volledige agenda's te maken hebben, ook die in de raad de afgelopen periode geweest zijn. Is deze nu op de agenda gekomen en gezegd van, omdat wij het laatst in de rij zijn, met het idee, overigens zit ik niet in de agendacommissie, maar hoe het dan verder daarin is gekomen, dat de besluitvorming op dezelfde avond, nou, met het idee, met het besluit wat we te nemen hebben, dat het op dezelfde avond komt. Als u daar echt gevoel hebt van, dat kan absoluut niet, bent u daar uiteraard vrij in om te zeggen, dat doen wij niet. De inschatting is gemaakt zoals die is gemaakt, gezien het voorstel wat voor u ligt. Als u daar een andere mening over heeft, is dat aan u, aan de raad. Wij vanuit het college denken, gezien de aard dat daar prima dat besluit over genomen kan worden. Omdat we zelfs de vraag hebben gehad van, is dit iets wat echt in de uitvoering zit, wat überhaupt een raadsbesluit vraagt? Want financiële kaders en al dat soort zaken zijn allemaal al lang vastgesteld. Mevrouw Joldersma. Ja, wij hebben geen enkel bezwaar om het straks in de gemeenteraadsvergadering te behandelen. Maar ik heb nog wel een vraag aan mevrouw Kloekhorst. Wat zal, als we 2 weken uitstellen, zal dat zoveel in de gedachtenvorming nog veranderen? Nou, het stuk riep wel wat vragen bij mij op. En vooral ook omdat de raad best wel meegenomen is in toen de ontwikkelingen van de BVO. En bij de visie jeugdhulp
Er zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd. Een van die uitgangspunten was ook de minste administratieve lasten, hè, voor ook de jeugdbescherming. Was een van die dingen die daarin terugkomt. Die zien wij in de argumentatie terugkomen. Maar over de andere vijf punten eigenlijk heel weinig. En het financieringsmodel is een van die belangrijkste gespreksonderwerpen geweest in de afgelopen 4 jaren. Als het gaat over de zwaarste vormen van jeugdzorg en jeugdzorg aan zich. Dus wat mij een beetje verbaasde is de wijze waarop subsidies. Nou, je gaat nu weer voor 3 jaar een subsidierelatie aan. In de stukken is daartoe gezegd van nou, we willen eigenlijk naar een andere vorm. In het stuk wordt gezegd van aanbesteden hoeft niet. Het klinkt voor mij van nou gelukkig. Waarom is die weging gemaakt om er een subsidie voor te zetten? Toentertijd is veel gesproken over andere vormen van financiering binnen de sector. En ik had me daar gewoon eens op in willen lezen. Gewoon eens willen zien van hoe verhoudt zich dat nu? Het is nu gewoon met elkaar in gesprek. Er waren best wel wat vragen van andere partijen ook. En er is ook wel het landelijk wat gaande. En toch een belangrijk onderwerp. Maar het is niet zo dat onze partij niet vindt dat dit regionaal geregeld moet worden. Dit moet geregeld worden. Alleen de vraag is, je legt het nu voor 3 jaar vast. Nou, dat is al een forse wijziging. En ik heb toch wel wat inhoudelijke dingen dat ik denk van, goh, daar zou ik in ieder geval over van gedachten willen wisselen. De gedachtenwisseling vindt nu natuurlijk plaats. De wethouder geeft net terecht aan, het is strakjes in de volgende vergadering aan de raad of het wel of niet op de agenda blijft staan. Dus nu is mijn vraag eigenlijk, is er behoefte aan een tweede termijn? Voorzitter, ik heb op 2 van mijn vragen nog geen antwoord gehoord. Welke zijn dat, mevrouw Van der Veen? Dat is de vraag met betrekking tot het mandaat. En de vraag met betrekking tot 1 instelling per categorie. Voorzitter. Meneer Kloekhorst. Misschien kan die van mij meegenomen worden. Ik wil toch even voor mijn periodiek opkomen. Oh ja. Wat was dat ook alweer met die periodiek? Nou, er staat Egelvecht zal periodiek evalueren. En ik ben benieuwd van wat houdt dat in? Dat is elk jaar, geen 33 of 32 jaar. Zolang hebben we ook geen subsidierelatie met ze. De vraag van de ChristenUnie, inderdaad ten aanzien van het mandaat, is dat het mandaat bij het college ligt en dat verleggen wij richting de RSJ, omdat die de aansturing daarin doet. Dus die zullen nog ook de verantwoording naar ons daarover moeten afleggen. En het tweede deel gaat over, ja, wij gaan op dezelfde categorieën en dezelfde GI's. Ze hebben de mogelijkheid om daar ook weer mee aan de slag te gaan. En dat zijn de GI's die daar ook in actief zijn. Dus daar heeft geen wijziging op plaatsgevonden. Dan wil je juist ook rust in die structuur daar houden. Nog meer openstaande dingen? Nee, hè? Is er behoefte aan een tweede termijn? Gaat het stuk als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raad zometeen? Ja, voor ons kan het als hamerstuk. Ja, maar ik denk niet dat iedereen daar zo... Wat betreft de ChristenUnie ook een hamerstuk. Precies, dat had ik al het idee. De Partij van de Arbeid zou het graag als bespreekstuk naar de raad meenemen. Dan doen we dat. Maar dan komt hij wel op de agenda zometeen. En dan kunt u dan bepalen wat u ermee doet. Oké, hartelijk dank. Dan zijn wij bij de rondvraag. Heeft iemand iets voor de rondvraag? Agenda punt 6. Niemand. Dan sluit ik hierbij de vergadering. Ik dank u voor uw inbreng en de raadsvergadering begint over 5 minuten.